Yo, wat op kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug in het oh zo mooie Mindtopia. En op dit kanaal natuurlijk, dat was ik even vergeten. Hallo jongens in ieder geval. Hopelijk gaan jullie veel plezier maken in deze video. Als je het een leuke video vindt, als je dat denkt, laat even lekker een duimpje omhoog. En we gaan lekker beginnen, want we zijn weer lekker in Mindtopia. En het is hier echt fucking koud in Mindtopia. Holy fuck. Eens even kijken wat ik allemaal in mijn kisten heb en zo. Eens even checken, het is allemaal goed. Dan gaan we lekker naar buiten. Ja. Dylan. Wow, ketel. Het was sneeuw. Sneeuw? Ja. Ligt er sneeuw? Ja, echt kapot koud buiten. Kom even lekker binnen, man. Ja, ik zie dat je ook een kerstpakje aan hebt. Really, dude? Ja. Ik wist dat het december zou worden. Was Sinterklaas net voorbij? Oké. Okay. Oh, holy. Kijk, wow. Toch. Check die boom. Ja, die is echt kapot groot. Wauw. Man, dit is awesome. Kom, we gaan een kijkje erin buiten. Oké, jongens, we treden even lekker buiten roleplay. We gaan het even hebben over Mindtopia zelf. Over mij eigenlijk in Mindtopia. We gaan lekker spelen in de sneeuw. We gaan even de sneeuw bekijken, de surf bekijken. We gaan binnenkort verder met natuurlijk de roleplay. Als in natuurlijk wat ik ga doen met diegene die het geld kunt ophalen naast de lantaarnpaal. Waar ik het boekje in gestopt heb met Matthijs en Dion. En misschien weet je, natuurlijk weet je het wel, als buiten roleplay. Dat is Tinky Winky Lala ketel. Ja, ja. Oké, okay, de Shankers. De Shankers. Oh god, het is echt super veel sneeuw. Ja, echt overal. Oh, je hoort echt als het loopt. Ik hoor iets. Sommige dingen zijn ook ingesneeuwd. Ingesneeuwd. Ja. Okay, laat zien, laat zien. Ik ga gewoon. Ja. Neem even mee. We gaan even met Ketel mee. Ik heb nog zelf niet echt lang gekeken op de server waar de sneeuw ligt. Het is echt awesome. Het is vannacht gebeurd, van gisteren nacht. Volgens mij vannacht, ja, ik weet niet zeker. Ja, vannacht. Meer, ja. Zoals bij Ties, je kan niet meer naar binnen. Ach, Ties, oh, ik zie. Ties vergeet zijn deur dicht te doen. En dan hebben ze het laten dat het ingesneeuwd is. Dus Ties kan niet meer in zijn huis. Dus hij moet een sneeuw shovel, of zeg maar, een sneeuwschep moet hij kopen voordat hij erin kan. Gaat hem ook weer geld kosten. Kost hem ook weer geld. Ja, ja, het is real life. Het gebeurt ook in het echt als je je deur openlaat. Precies. Oké, eens even kijken. Wat is er nog meer awesome? We gaan even kijken naar die grote kerstboom, want die is echt awesome, ouwe. Ja. Grote kerstboom. Ik vraag me af hoe lang het duurde voordat ze dieren en die hebben gezet, hè? Ja, yeah, man. Dus even kijken hoor. Nou, dat is gewoon ingespannen. Het water natuurlijk hier, dat is bevroren. Al het water is bevroren. Beschermende boom, het rijk. Het is echt een hele vette. Kijk, ik vind hem echt fucking vet. Het is echt een grote kerstboom. Ook allemaal van die kleine cadeautjes erbij. Kleine cadeautjes, gezellig. Dan gaan we nog meer kijken. Red light. Wat is er met red light gebeurd? Dat is natuurlijk een pluim. Niet echt wat speciaals ofzo, nee. Niet echt wat speciaals. Ah, jammer. Ja, op de appel ligt een beetje sneeuw. De appel ligt een klein beetje. Ik zie het klein beetje sneeuw. Oh! Wacht! Wacht! Ja? Ik heb een schaatsbaan, denk ik. Wat dan? Ik heb een schaatsbaan. Je zwembad? Ja, mijn zwembad. Ik heb een schaatsbaan als het bevroren is. 1, 2. Ja, ik heb een schaatsbaan. Ook echt alles, hè. Holy fuck, dit is echt cool. Holy fuck. Oké, ik heb een schaatsbaan. Ja, goed. Dan kunnen we niet meer zwemmen helaas, maar we kunnen wel schaatsen. Dus dat schaatsen is veel gezelliger, toch? Dus dat is leuk. Oké, ik ga even mijn steak eten. Dan ga ik even wat nieuwe eten halen. Maar ik heb dus een schaatsbaan en dat is fucking cool. En dan gaan we eens even kijken. Ik vind die sneeuw-update wel vet uit. De Halloween op de... Oh, je kan natuurlijk de deur niet dicht doen. Nee. Zag ik ingesneeuwd, daar heb ik geen zin in. Dus goed, je deuren dicht doen. Oh god, man. Dus even kijken. Laura is niet geweest, zie ik. Nee, we hebben alleen koek, wortel en melons. Nou, weet je wat, ik neem lekker een stekkie meloenen mee. Toch, zoek het uit. Er ligt nog geld in de kist. Dit is mijn kist. Ah ja, je fuck it. We zien het wel. Alright. Oh ja, en Topia ligt ook nog geld voor jou. Let op. Oh cool, ga ik zo even kijken. In ieder geval, ook, ja. Je ziet mijn fitheid, mensen. Van, oh, je fit is 39, het was eerst 58. Ja, dat klopt, want ik was gisteren doodgevallen. Ik wil even kijken waar ik ben doodgevallen. Want alles is bevroren. Oh, kun je nu vanaf hier over het ijs richting Sunnyvale? Ja? Ja. Ja? Oh, helemaal op het ja. Sunnyvale. Ga even kijken. Yes. Alleen daar moet je nog wel, volgens mij, een klein stukje zwemmen. Oh, ik vind het wel vet, hè. Het is ook echt geopend, Sunnyvale. En daar is natuurlijk geen ijs en sneeuw. Oh, kijk, waar hun toevallig nu zijn. Hier ben ik eens doodgevallen. Want daar kan je naar beneden springen. Dan val je dus, zeg maar, dood. Ik viel, zeg maar, precies... Hier viel ik. Dus ik ging net niet in het blokje. Pomp. Ja, ik snap het. Hallo mensen, wat een grap. Hé, hey, Lars is er ook. Gegroet Lars, gegroet. Nou goed, dan gaan we even... jasje. Eentje dood, we gaan even zwemmen. Verloopje wil ik zeggen, sorry. Real killer, let's go. Ik geef hem elke keer een andere naam. Sorry. Sorry, Real. Oké. Okay. Nou, maakt niet uit, ja. We gaan even kijken nemen. Dus dit is een Sunnyvale. Het is wel echt super zonnig hier. Oh, de Sunnyvale is echt sunny, is altijd zonnig. Ah, en dat is de sneeuw. Maar we gingen kijken voor de sneeuw, dus we gaan een andere keer naar Sunnyvale. Gaan we een andere keer doen.
Maar je ziet echt, volgens mij, hier is echt die borderrand, zeg maar. Van hier is bevroren en daar niet. Awesome. Oh. Heb je toch ook een keer zien sneeuw in de server? Één keer. Ziet het er vet uit, epic? Het is gewoon regen, maar dan sneeuw. Ja, oké, okay, dat snap ik. Maar niet echt. Ik vind het wel vet in mijn Sydney. Oh, wat we gaan doen. Het is wel leuk toevoegen. We gaan even een kijkje nemen op het dak. Ik ben trouwens ook weer een level omlaag. Laag. Ik was even level 9, dat was even voor een weekje. Nu ben ik weer op level 8, wat ik eerst ook was. Dus ja, helaas, pindakaas. Dat was de regel die ik had gemaakt. Want ik had een week lang zou ik voor de asielzoekers gaan zorgen. Dat heb ik toen gedaan de hele week. Hè? De ketel was er eentje van, Rio Killer 1. Ja, ja. Ja, ja, goed ingeburgerd. Oude tijden. En ik kreeg er geen leveltje van. Ik zou het wel krijgen, maar het is me nooit gegeven. En na een week was het van even, hey, ik moet mijn level nog krijgen voor een week. Dus die heb ik toen gehad. Voor precies een week. Oké, dit is de studio van Marnik. Die is nog steeds heel geheimzinnig. Ja, ik heb hem nog steeds niet gezien. Dat vind ik wel jammer. Ja, ik kan erin, maar dat mag niet. Dat is OP misbruik. Dus dat gaan we niet doen. Oh, jeetje man. Ik vind het echt, oké, eens even kijken. Wat is nog meer cool? Waar ging ik ook weer naartoe? Oh ja, de uitkijktoren. Daar wou ik naartoe. De uitkijktoren. Hoe zou het eruit zien? Ja, volgens mij is het echt vet nice. Kom, we gaan. Heb je wel genoeg eten bij je? Ja, ik heb net wat melons of wat wortels gepakt. Oké, toppetjes. Even kijken. Nou, dus de wat is dit nou weer? Ja, verkiezingen komen. Er is zeker een ijsblok voor. Oh, je kan er niks meer erin gooien. Ik ben benieuwd. Wie denk je wie gaat winnen? Ik denk Lars. Ik denk Lars, ik hoop Lars. 10 december, dus over 4 dagen is jongens. Over 4 dagen is het al 10 december. En dan krijgen we dus misschien een nieuwe burgemeester. Of weer dezelfde burgemeester. Die toevallig daar loopt met zijn hondje Tarzan. Dus even kijken. Ik heb ook gehoord dat alle beginners plot veranderd zijn, hè? Ja, ze zijn allemaal gereset. En moest je opnieuw aanvragen. Fuck it. Ik heb niks te maken met die beginners. Ik heb geen zin om te kijken. Scare huisjes, joh. Ik heb mijn kamer me huis gemaakt van diamonds en shit. Het is echt insane cool. Oh man, dit is echt leuk. Het zwaantje. Dat ziet er vet uit. Het zwaantje is ook ingevroren. Er zit zelfs sneeuw op de rug van de zwaan. Oh, wat gaaf man. Ik vind het echt grappig, deze update. Ik vind het echt cool dat er meer gedaan ook met Halloween en zo. Ik had alleen liever dat er meer versieringen waren bij de lantaarnpalen of zo, weet je wel. Ja, klopt. Dat toen de lampionnetjes, dat er nu zeg maar zouden zijn iets met kerstballen of zo. Met kerstverlichting, weet je wel? Ja, precies. Maar die slingers met kerstverlichting eraan, dat zou echt heel vet zijn. Nou, dan gaan we een rondje lopen. Eigenlijk mogen we hier niet in. Maar ja, what up? I'm a boef. Ik wil gewoon een kijkje nemen voor jullie kijkers. We gaan gewoon lekker het dakje op en we gaan kijken. Hey. Ik denk dat het echt super ziek uitziet. Of, jeetje man, wat is dit lang. Ik ben er bijna. Oh man, wat ziet het er mooi uit. Ik heb mijn renders dus niet zo mooi, dus ik zie niet het Fantastic Five gebouw. Het spijt me. Kijk die kerstboom dan. Nee, die kerstboom is echt huge gewoon, jongen. Moet je zien, man. Damn, hij is echt vet hoog. Niks vergeleken met die van de Blue Street. Is het een Blue Street kerstboom? Ja, dat is die. ik zie hem. Ja, maar die grote is echt vet. Echt, wat is dat nou weer? Hé, ik zie daar een grot. Heb jij Amplify? Dat is gewoon donker. Het komt door de blokken, dus niet echt god volgens mij. Ik weet niet. We hebben nooit met Dat zou wel vet zijn. Met David is het trucjes. Maar kijk dan, wat een mooi uitzicht, jongen, in mijn topia. Holy moly, gek. Echt super vet. Echt super, super vet. Ook al die bomen daar. In het bos. En dat kan ik net niet zien met mijn app. Ik heb het echt heel laag gerenderd. Weet je wat? Ik ga het voor jullie voor hoger zetten, ja? Video settings. Render distance. Wel 16 of zo. Ja, daar gaan we. Render. Ja hoor. Prachtig. Kan ik nu Fantastic Five zien? Ja hoor. Supermooi, man. Supermooi. Dus ik daar mijn prachtige appeltje. Echt. Wauw. Ik vind het echt een super vet uitzicht. Dus gaan we snel naar beneden voor we gezeur krijgen met... Oké, ik ga even... Politie. Video's even laag zetten. Video settings. Distance. Weer op 8. Normaal. Toppie. Voor ik ga zeiken krijgen daar weer mee. Dus we gaan lekker naar beneden. Ik zie mezelf zo doodvallen hier echt. Ik ben al gisteren doodgevallen. Dus ik ben 20 fitness kwijt voor 24 uur. Dus dat is wel even. Fucked up, G. Oh, ik ging bijna tussendoor. Ik wil afkorting nemen. Links naar rechts. Maar. Oh! Oh! Yeah, baby. Oké. Bam. En ik ben er nu. Top! Alright, deurtje weer dicht. Niemand die het gezien heeft. Hartstikke fijn. We hebben lekker gedaan wat eigenlijk niet mocht. Oh, we hebben de wet overtreden. Spannend. Oh, man. Alright, we gaan eens even kijken. Wat is er nog meer? Wat hebben we nog niet gezien, zeg maar? Ik zie wel Hilton in zijn politiebureautje zitten. Ik heb echt geen idee. Ik heb zelf ook nog niet alles gezien, dus. Nou, ik weet wel dat ik iets leuks ga doen voor kerst voor alle Mindtopianen. Nou, in ieder geval, je hebt kans om de ene Mindtopiaan met een groot cadeau te worden. Dus dat zou hartstikke tof zijn. Dat ga je later in de video zien, allemaal. En dat is dus gewoon...
dat ik ga het jou vast vertellen. Er is één persoon die krijgt mij de kans om een bedrijf te krijgen van mij gewoon. Oh, in de Red Street. Ja, of in de Red Light, of in Cityville. Gewoon dat hij een bedrijf van mij krijgt. Dus ik heb als cadeau van, alsjeblieft, neem een bedrijf. En hoe gaat het in zijn werking? Hoe kun je het winnen? Als je heel lief voor me bent in de server natuurlijk, hè. Dat is de kerstman, dan komt hij even langs. Wil je een visje hebben, Dylan? Ja, ik geef maar een visje, dankjewel, wat lief. Waar kom je aan, hoe kom je aan die vis? Dat had ik nog gekocht toen ze er nog waren. Aha. Ja. Jeetje, man. We hebben eigenlijk nu alles wel gezien, wat eigenlijk met sneeuw te maken heeft. Het is in ieder geval vet. En in ieder geval, de grafisch moet inderdaad goed opletten op dat je... Ook wil iets checken. Dan denk je goed moet opletten op de... Dat je je deur gewoon goed dicht doet, anders komt er natuurlijk sneeuw naar binnen. En dat wil helemaal niemand hebben. Kost je wel allemaal geld om alles weg te halen. Ja, precies. Allemaal gedoe. Gelukkig hebben mijn bedrijven geen sneeuw, geen deuren en zo. Dus dan kunnen ze eigenlijk ook niet zeggen van, hey, deur is niet dicht. Oh, die van Midland is open. Dan ga ik bij de politie zeggen. Dan wordt misschien sneeuw in. Maar als goed moet ook zijn dak inzakken. Want zijn dak is gemaakt van wol. Ja, maar ook dat van Wouter. Zijn dierenwinkel. Dat is alleen maar van glas. Ja, dat is ook niet zo sterk. Nee, precies. We moeten even kijken wat er allemaal mee gebeuren gaat. Ik waarschuw dus als Wouter als je kijkt of Midland. Of jullie kijkers van Wouter of Midland. Ga zeker even naar hem toe. Ga het zeker even doen. Ja, je hoeft hem niet te helpen. We zitten in de opnames. Kom maar mee. Nee, maar, ik wou even de water pakken. De water. In ieder geval, maar als je kijken bent van Wouter of Midland, zeg van, hey, kijk die laatste video, want straks gaat je huis ingesneeuwd worden of in elkaar zakken, bladibladibla. Doe dat even, dat zou hartstikke chill zijn. Nou, in ieder geval, we hebben een beetje rondgekeken, Ketel. Ik vond het hartstikke vet, hartstikke mooi. Ja, super gaaf. Ja, zeker gezellig, super tof. En jongens, dan hou ik het eigenlijk hierbij voor gezien. Hopelijk vonden we wel een leuke episode. Het ging eventjes vooral over... Eigenlijk over hoe Mantopia er nu uitziet. We gaan later verder met de roleplay. Met inderdaad dat we bedreigd zijn en dat soort dingetjes. Dus dat is hartstikke awesome. En ja, dankjewel Ketel voor het meedoen. Ja, geen dank. Kijk, Ketel's kanaal staat beneden in de beschrijving. Abonneer lekker op Ketel. Hij is ook bezig met Mantopia natuurlijk. Uit een blik wat eigenlijk niet zo'n hele grote YouTuber is. Dus hij heeft niet zo heel veel invloed op de server nog. Maar hij moet opbouwen. Dus dat is hartstikke gaaf om te kijken. Kijk hoe hij op is gaan opbouwen van een asielzoeker tot... teamleider in mijn winkel. Dus hartstikke awesome. Mensen, nogmaals, als je het een leuke video vond, laat lekker een blauw duimpje omhoog. Zie ik jullie graag in de volgende video. Later als het ziens en... Peace! Peace.